vorm in de muziek. Wat kun je vandaag leren? Dit meisje kijkt naar een schilderij. Ze kan kijken naar waar ze zelf maar wil. En ook hoe lang ze maar wil. Stel, we vergelijken dit schilderij met een muziekstuk. En je gaat luisteren naar dit muziekstuk. Dan zou luisteren er zo uit kunnen zien. Dus ken je als het ware de muziek? Precies. Maar ik kan niet luisteren waar ik maar wil. Dus moet je je muzikale geheugen gebruiken. Als je voor de eerste keer een muziekstuk beluistert, lijkt het wel een doolhof. Belangrijk is dat je je goed gaat oriënteren. Je let op kenmerken, dingen die je opvallen. Geleidelijk aan weet je hoe het in elkaar zit. Waar kun je op letten om de melodieën makkelijker te onthouden? Wie kan me helpen? Tempo. Springerige melodie. Sfeer. Vloeiende melodie. Veel lange noten. Veel dalende noten. Heel goed om mee te beginnen. Ik teken hier een muziekstuk. Wat zie je hier? Zes huizen in een rij. Uitstekend! Stel, dit is een muziekstuk. Uit hoeveel delen bestaat dit muziekstuk dan? Ik zeg, zes delen! Als ik vraag welke delen zijn aan elkaar gelijk, dan zul je daarop makkelijk een antwoord weten. Deel 1, 2, 4 en 6. Maar als je zou moeten luisteren, is het toch iets moeilijker. Wij horen deel 1, deel 2, deel 4 en ik zeg deel 6. Jullie hebben je muzikale geheugen goed gebruikt. Delen met dezelfde melodie noemen we refrein. Delen met steeds een andere melodie noemen we couplet. Om te onthouden, refrein is een melodie die regelmatig terugkeert. In een lied blijft de tekst hetzelfde. Couplet. Deze delen hebben steeds een andere melodie. In een lied hebben ze steeds een andere tekst. We gaan een letterschema maken. Het eerste deel krijgt altijd de letter A.
Alle delen met dezelfde melodie krijgen dezelfde letter. De eerstvolgende nieuwe melodie krijgt de letter B. Komt er weer een nieuwe melodie, dan krijgt die de letter C. Het letterschema wordt dan A, A, B, A, C, A. Nu een andere manier om de vorm van een muziekstuk weer te geven. Dat doen we door het tekenen van boogjes. Iedere letter krijgt zijn eigen boogje. Is er een vierde melodie, dan noemen we die D. Is er nog een andere melodie, dan krijgt die de letter E. Met behulp van de regels gaan we aan de slag. Het boogjesschema ziet er dan zo uit. Met het boogjesschema zie je simpel hoe het muziekstuk in elkaar zit. Zo, dat was het dan. Je weet nu meer over vorm in de muziek. Ho, wacht even, ik heb nog een vraag. Wat doe je als je twee delen ongeveer op elkaar lijken? Hoe geef je dat aan? Goede vragen, leg ik uit. Gaan jullie even aan de kant? Stel, de bewoners van het tweede huis ontvangen een erfenis van 1 miljoen euro. Een deel daarvan gebruiken ze voor een verbouwing. Er komt een mooie open haard en daarbij een schoorsteen. Als je de eerste twee huizen met elkaar vergelijkt, zie je dat ze helemaal aan elkaar gelijk zijn. Maar door die schoorsteen is er een klein verschil. Als in de muziek twee delen bijna helemaal aan elkaar gelijk zijn, maar er is een klein verschil door bijvoorbeeld de schoorsteen, dan geef je dat aan met een accent. Wat? Accent? Wat is dat? Nou, dit noemen we een apostrof of accent. Toepassen van accent of apostrof. Door de schoorsteen krijgt A nu een accent. Ik zal wat muziekvoorbeelden geven. Je hoort tweemaal melodie A. Hoor je het verschil? Er worden andere instrumenten gebruikt. Je hoort nog eens tweemaal melodie A. Hoor je het verschil? De componist heeft wat noten toegevoegd en veranderd. Hebt u misschien nog één goed voorbeeld? Jawel, luister maar. Je hoort nog eens tweemaal melodie A. Hoor je het verschil? A-accent klonk droeviger of in mineur. Nou, bedankt voor de heldere uitleg. Dankjewel. Ik weet nu al heel wat van vorm. Dat je de muziek als het ware kent. En ik kan nu een letterschema maken. Oh ja, en ook een boogjesschema.
Kijk eens hoe jullie staan. Stel je maar eens aan ons voor. Ik heet Refrein. Ik heet couplet 1. Ik heet dus Refrein. Mijn naam is couplet 2. Zoals ik het al zei, Refrein. Ik heet couplet 3. Tja, nog steeds Refrein. Mijn naam is couplet 4. Refrein dus. Dan wordt jullie letterschema... Een dergelijk letterschema noemen we een rondo. Muziekvorm rondo. Rondo is een muziekvorm. Er is een hoofdthema, dat noemen we refrein. Het refrein wordt afgewisseld met verschillende coupletten. Het refrein A duikt na elk couplet weer op. Bedankt voor het kijken. Luistertips. Mozart, symfonie nummer 9, C majeur. Carpentier, Te Deum, de prelude. Beethoven, Für Elise. Mozart, pianosonate in Bes groot. Mercadante, Rondo Russo. Schubert, Rondo in A groot. En Mozart, pianosonate in A groot. Veel luisterplezier.